Hello guys, welkom bij deze nieuwe video. We zijn vandaag 37 weken ver. Er is er eentje die nog heel goed zit hier in de buik. En er is er eentje die heel ongeduldig aan het worden is. Toch? Andres is echt aan het aftellen. Oh, garma, ik vind het wel. Allee, erg is het verkeerde woord, maar ik snap het wel. Nee, ik wou niet zielig zeggen, maar ik snap wel dat jij echt aan het aftellen bent, want voor u is dat helemaal anders dan voor mij, hè? Dus. Maar ja, 37 weken, de baby is volgedragen en ik ben er ook echt wel klaar voor. Allee, niet, ik mag niet klagen over de zwangerschap en zo, het is allemaal supergoed gegaan, maar ik ben klaar om onze baby te ontmoeten en om die vast te pakken en te knuffelen en bij ons te hebben. En voor de slapeloze nachten, die we toch al hebben, Oh, dankzij ik Kiki en zie Filou. Dus die het. zijn Nee, ons. ah, binnenkort vroeg moeten opstaan. Dat je geen kind hebben, nee. Ja, ziet hem hier liggen nu. Nu is hem aan het slapen. Ja, ik kijk juist En hetzelfde. Kiki juist hetzelfde. Ik weet niet waar, maar die is Fucking ook aan het slapen vreemd. nu. Dus. Die zijn ons ook al goed aan het voorbereiden. Dus ik zeg het, wij zijn er klaar voor. De baby mag komen. Ik heb hier een lekkere mukcake met pindakaas gemaakt. Als ontbijtje. Dus dat ga ik nu opeten. En ja, wat gaan we nog doen vandaag? Salontafel kopen. Ja, wij zijn op zoek naar een nieuwe salontafel. Want deze is echt groot. En je ziet, allez, snapte, de Mama Roo staat daar, die trouwens niet van ons is. Wij hebben die geleend van Emma en Vince. Dus super lief dat we die mogen lenen. Maar als dan het relaxje er ook nog staat, als wij hier dan zitten, als Kiki en Filou hier naar rondlopen, te veel chaos. Dus we zouden heel graag zo twee iets kleinere ronde salontafeltjes hebben. Om een beetje plek Dan kan deze gewoon weg. uit te sparen. En dan kan die inderdaad weg met iemand die hebben of zo. Maar dat zo toch iets meer open lijkt, de ruimte. Dus dat gaan we vandaag proberen doen. En wie weet, door al het wandelen en weet ik veel wat. Ik heb ook al een wasmachine gestoken. Ja, ik weet niet. Ik heb wel echt veel energie vandaag. Dus Ik hoop dat dat bevalt. ja, eens zien hoe lang dat blijft duren. Daar is Kikis, hè. Dat monster. Kiki. Kwart voor zes voor de vermoeiing. Ja, begon zij al te miauwen. Omdat ze eten wou. That's great. Dus voor alle mensen die denken dat wij niet voorbereid zijn, jawel, want zij bereidt ons heel goed voor op de baby. Dus ja, dat is het plan voor vandaag. Hopelijk ook nog een bevalling. Nee. Allee, Jawel. jawel. Hopelijk dat het in gang schiet. Dat zou gewoon super, super fijn zijn. Maar ja, we zullen wel zien wanneer de baby wilt komen, hè. Komt allemaal goed. En wanneer zij er klaar voor is. We hebben ook een lamp gekocht nog voor in de babykamer. Dus die is ook toegekomen. Dat was eigenlijk super, super snel. Hier is de spiegel. dat was eigenlijk super, super snel. Want wij hebben die vrijdag besteld, vrijdagochtend. En zaterdagmiddag is die al geleverd. Dus heel mooi. Allee, die strepen, dat gaat er nog zo wel wat uit. Maar ja, leuk, leuk, leuk. Dus de babykamer is zo goed als af. De spiegel hangt ook. En het zijn zo nog wat kleine details, maar we are ready. Ik ben trouwens flink mijn frambozenthee aan het drinken. Ik denk dat dat toch frambozenthee is. In ieder geval, dat zou blijkbaar helpen voor de bevalling te bespoedigen. Om je baarmoederhals losser te maken of zoiets. Of in ieder geval, ik weet niet of dat effectief zo is. Maar het zou toch zeker ook het herstel bevorderen of verbeteren. Dus we kunnen maar proberen, we kunnen maar die dingetjes doen. Ik vind het ook lekkere thee trouwens. Dus het is niet tegen mijn goesting dat ik dat drink of zo. En ik ga mijn nagels, allez, niet mijn nagels aan mijn handen, maar mijn teennageltjes nog eens lakken. Zodat die ook proper en mooi zijn. Want ja, zo kunnen we ons maar gewoon klaarmaken en voorbereiden. En hopen dat het niet meer te lang duurt, hè. We zullen zien. Maar dat ga ik dus nu doen. En dan is dat ook weer iets extra van mijn lijstje afgevinkt. En wij gaan zometeen naar de gynaecoloog. Want wij hebben een volgende afspraak daar, een volgende controle. Dus ja, dan gaat hij misschien wel iets kunnen zeggen over hoe het allemaal aan het vorderen is of net niet aan het vorderen is. We zullen wel zien. Mijn huid is trouwens helemaal. Oh, ik weet niet hoe dat komt. Dus ja, benieuwd wat er gezegd gaat worden. Hoe het met de baby is, hoe groot ze is, hoeveel ze weegt.
En of dat de gynaecoloog al iets gaat zeggen van hoe het eruit ziet. Of dat ze vroeger zou komen of niet. We'll see. Andries is heel ongeduldig aan het worden. Of niet? Ik heb het gehad, gast. Jij hebt het gehad. Ja, jij hebt het wel al 8 maanden en een half, hè. 8 maanden en een half, al 9 maanden. Ah ja. Ja, en 40 weken, dat is eigenlijk 10 maanden, hè. Niet? Ja, tussen de 9 en de 10, hè. Dan zie je die 9 maanden, dan begin je te tellen, zit al over de 9 maanden. Zie je. Ja, jongen. Ja, ik ben klaar, hè. Ik ben naar de kapper geweest. Ik heb mijn vaderkapsel. Uw haar is echt beter, zo. Nieuwe schoenen. Het klinkt echt goed. Ja. Oei, dat is mijn trui wel een beetje. Ja. Ja. Echt goed. En mijn gezicht ziet er niet uit. Jongen, wat zeg jij? Jawel, je moet zien. Ik heb allemaal uitslag. Ja. Ik weet niet hoe dat komt. Baby heeft toch in het begin ook altijd een beetje acne? Zo baby-acne. Misschien krijg jij dat eerst. We zullen zien. Vaak, hè? Ja, ik weet dat niet. Geen idee. Ik hoop echt dat die zoiets gaan zeggen. Mevrouw, je hebt al 5 centimeter opening. Je moet echt heel snel naar het ziekenhuis. Wishful thinking. Ja, maar het ding is... Charlotte is helemaal niet pijngevoelig. En die heeft echt een superhoge pijngrens. Dus als ik zo vraag van... Hoe is het? En die zegt zo... Wow, een beetje krampjes. Dan denk ik... Als ik dat zou ervaren, ik zou sterven, denk ik. Dus je weet, ik weet nooit wat er in je hoofd omgaat. Nee, maar ik heb zoiets... Ik weet totaal ook niet wat moet ik verwachten en hoe gaat dat voelen. En... Ja, broer, dat is normaal, hè. Ja, dus dan kan ik toch ook niet zeggen... Oh, maar nee, ik heb echt superveel last hier. Maar want waarschijnlijk gaat dat nog 20.000 keer erger zijn. Jij bent gewoon veel te laks, altijd. Dat is niet waar. Jawel. Nee, ik wil gewoon niet... Weet je wat mijn worst case scenario zou zijn? Dat wij bij wijze van spreken, stel, hè, gelijk nu ook, ik heb een beetje krampjes, maar dat is allemaal oké. Een beetje krampjes was vorige week aan de monitor, zo op de schaal van de contracties, was dat 85. Een beetje krampjes. Ja, maar dat was niet van... Zwart. Nee, maar snap je, mijn worst case scenario zou zijn dat wij... Voor zoiets, dat we denken van, oh, het is in gang, het gaat beginnen. En dat wij daar naar het ziekenhuis gaan en alles klaar hebben om, weet ik veel, allee, om de bevalling te laten gebeuren en zo. En dat die dan zeggen, ja, sorry mevrouw, maar er is totaal nog geen vordering, dus je moet terug naar huis. En het kan misschien nog 2 weken duren, snap je? Dat zou in mijn hoofd het ergste zijn wat er kan gebeuren. Dus daarom dat ik zoiets heb, chill, een beetje krampjes is oké. Als dat bij wijze van spreken, als de baby haar hoofd er hier thuis al zou uithangen, zou jij zeggen... Ik ga even douchen. Dat is niet waar. Dat is zwaar overdreven. Ja, dat is overdreven, maar that's you. Ja, maar... Daarmee... Ik ben misschien te snel in zo'n dingen, maar jij echt veel te traag, broer. Veel te traag. Maar ja, gewoon rustig op het gemakje. En ja, als ik echt pijn begin te krijgen, dan zullen we wel naar het ziekenhuis moeten gaan. Hè. Zoals en misschien vorige zeggen week die... ook. Hè. Ja, maar misschien zeggen die dan nog van... Ja, maar er is helemaal nog geen vordering en je kunt terug naar huis en je kunt zien dat het thuis nog... Vorige week had ze echt krampen. En dan had ik haar al gestuurd naar de vroedvrouw. Dus dat is echt al de volgende stap. Hè. Dat is naar sturen van... Ik voel dit, dat is echt al next level voor Charlotte. En die zegt dus, je kunt best gewoon even naar de verlosafdeling gaan voor even aan de monitor, bla bla. Wat doet zij? Ze stuurt ook naar de doula, wat ze moet doen. Die zegt hetzelfde. Weet je wat dat die tegen mij zegt? Moet ik niet misschien gewoon eerst nog even in bad gaan om te zien of dat overgaat? Snap je? Niet leuk. Kom, we moeten vertrekken. Andries is mij weer aan het verwinnen, want hij is chocoladecake aan het maken. En hij heeft daarnet lekkere soep gemaakt. Maar de chocoladecake is wel een gezonde variant, hè? Ja, ja. En ook zonder eitjes, maar look at that color. Echt, echt lekker. Echt, echt lekker. Denk ik. Allee, ik weet dat niet. Het ziet er lekker echt uit. Echt lekker. Zeg. Heb jij dat zo? Echt, echt lekker. Ja. Toch beter dan dat ik zeg. Echt, echt vies, hè? Ja, dat is mooi. Ah, voilà. Hij is zich aan het bezighouden. Maar ik vind dat wel leuk. Jij zou je misschien ook aan het bezighouden. Ik
te geven. Alles van die kerst. Ik moet echt iets doen. Ja, bevallen liefst. We moeten trouwens nog vertellen hoe het was bij de gynaecoloog daar straks. Alles ziet er goed uit. De baby zit nu tussen de 2,8 kilo en 2,9 kilo qua gewicht ongeveer. En volgens de berekeningen zo in de computer daar zou ze nu 49 centimeter zijn. Maar de gynaecoloog zei zelf dat ze denkt dat ze iets kleiner is. Maar ja, dat gewoon gemiddeldes zijn en zo. Dus ik denk ook niet dat ze al 49 centimeter zal zijn. Dat zou ze op 2 weken tijd 3 centimeter of zo gegroeid zijn. Of 4. Ik weet het niet, maar in ieder geval, allez, best wel veel. Dus dat denk ik ook niet. Maar alles was dus wel oké. Okay. Mijn bloeddruk was wel iets hoger als normaal. Niet te hoog of zo, maar wel verhoogd. Dus moet ik einde van deze week ook nog eens laten controleren bij de huisdokter. Even op controle gaan en urine staaltje en bloeddruk laten opmeten. Voor te zien of dat nog altijd verhoogd is of niet. Maar ja, voor de rest was alles in orde, hè? Yes. Ze zit wel echt laag. Allee, ze zit al heel laag, zei de gynaecoloog. Maar en ik heb ook echt een druk momenteel. Naar beneden toe. Veel feller dan ik al gehad heb. Maar ja, dat kan natuurlijk ook nog even duren. Dus ja, we kunnen maar afwachten en ons bezighouden. En ermee dat Andres aan het koken is. En mij aan het verwennen is. En dat is helemaal oké. Dat vind ik helemaal goed. Dus we'll see. Ze laat nog even op zich wachten. Maar ze is wel helemaal in orde. Dus dat is het allerbelangrijkste. Wajo! Ziet er echt nom uit. Ja, en die is gezonder, hè? Toch? Gezonder, ja. Niet gezond, maar gezonder. Alles wat je gezonder kon maken, buiten suiker, is gezonder. En wat voor elke chocolade zit er dan in? Cacaopoeder. Raw. Raw.